als Soccer Improved willen wij ons eigenlijk profileren als een medium dat, dat meer doet dan enkel het optrainen van professionele voetballers. Dus we willen onze achterban, die we toch wel hebben op Instagram, ook eens in contact laten komen met ons en lokaal ook wat meer verankering creëren. En daarom hebben we gekozen om dit toernooi te organiseren, om zo ja, eigenlijk wat animo te creëren en de voetballiefhebber ja, een leuke dag te bezorgen. Ja, superleuk hè. Het was zeer goed georganiseerd op twee perfecte velden. Kunstgras, altijd leuk om een toernooitje te spelen op kunstgras. Het weer was ook perfect. Hè. Nu is het wel eventjes aan het regenen, maar ja, het is allemaal perfect. Goede ploegen, heel veel kwaliteit gezien vandaag. Jonge gasten, ouderen, ervaren jongens gezien, zaalvoetballers, minivoetballers, veldvoetballers. Het was echt leuk en ja, het ging er hard aan toe. We zijn in het internationaal gebeuren misschien iets bekender dan lokaal. Maar dat is een beetje de opzet. En om in de komende jaren eigenlijk een toernooi te creëren met veel randanimatie. Met veel extra dingen. Zodat het niet enkel gaat om het toernooi. Maar eerder om het voetbal, het gebeuren daar langs, de mensen samenbrengen. Een leuke dag voor de mensen creëren. Ja, toptoernooi, leuke teams, goed niveau. Dus ja, leuk om jezelf te meten en natuurlijk ook spelen voor de prijzen natuurlijk. Hè. Dat is wat je doet uiteindelijk. Het is een grote Instagram-pagina met ja, 265.000 volgers. We staan pas ja, 2 jaar. We zijn veel met ja, profvoetballers bezig en we wilden dit ook ja, organiseren voor iedereen eigenlijk. En ja, mooie velden van ja, Hasselt. Dus met de muziek erbij is ja, een topdag. Ja, ik kom zeker terug. Ik kom wel van Gent, maar ik vond het leuk om een keer te voetballen, want het was lang geleden.